Een zuidelijke windrichting voerde deze maandag hele zachte lucht richting ons land. Temperaturen waren boven gemiddeld, maar van zonnig najaarsweer was zeker geen sprake. En deze foto vat dat eigenlijk wel mooi samen. Palmbomen, hoge temperaturen, maar toch die paraplu. Maar niet overal in ons land was het even wisselvallig. Vanochtend was het in het zuidoosten en oosten van het land nog een tijd droog. En hier in Limburg was nog een prachtige zonsopkomst te zien. Als we even naar het grootschalige beeld kijken, dan zien we hoe die regenzone van vandaag aan het einde van de middag net het noorden en noordoosten van het land verlaat. Maar daarachter is het nog niet helemaal klaar met het regenwater. Want vanuit het zuiden komt nog een nieuw bandje met regen overzetten. De komende dagen gaat een uitloper van dit hoge drukgebied zijn invloed vergroten. Maar later in de week, vanaf donderdag, zien we dit lage drukgebied ten westen van Frankrijk, die daar aan het rondtollen is. En die gaat vanaf donderdag weer zijn invloed uitoefenen op het weer bij ons. Dus tijdelijk even wat minder wisselvallig, maar later in de week keert die wisselvalligheid dus weer terug. Vanavond hebben we nog met die tweede regenzone te maken, die voornamelijk over het oosten en zuiden van het land schuift. Het is ook nog steeds bijzonder zacht met zo'n 14 of 15 graden. De wind gaat geleidelijk wel wat liggen en later in de avond en vooral in de nacht klaart het vervolgens breed op. En dat betekent met het wegvallen van de wind dat er op veel plaatsen wat nevel of mist tot ontwikkeling kan komen. We zien hier vooral hoe dat in het westen, midden en noorden van het land gebeurt. In het zuiden en zuidoosten ligt die regenzone dan nog, dus daar is de kans op mist wat kleiner. Het ziet er vervolgens in de symbolen zo uit. In het zuiden nog wat meer bewolking en wat regen. In de rest van het land opklaringen met nevel of mistbanken. En ook nog vrij hoge temperaturen daarbij. Minimumwaarde zo tussen 9 en 12 graden. Morgenochtend kan het dan best wel eventjes duren voordat die nevel en mistbanken volledig zijn verdwenen. Kan nog wel tot einde van de ochtend duren, maar daarna wordt het toch wel vrij zonnig en dan blijft het ook nog wel vrij zacht. De wind draait wel geleidelijk richting het noordwesten. Dat geeft wel aan dat er geleidelijk al wat koelere lucht onze kant op komt. Maar 's middags is het nog zo'n 16 tot 18 graden. Woensdag hebben we dan nog zo'n rustige dag onder de uitloper van dat hoge drukgebied. Temperatuur gaat wel een klein beetje omlaag, gemiddeld zo'n 15 graden over het land. En vanaf donderdag gaat dat lage drukgebied dan een grotere rol spelen. Keert de wisselvalligheid terug, maar ook dan blijft het vrij zacht voor de tijd van het jaar.